We hebben natuurlijk goed over nagedacht en we hebben alle ruimtes goed opgemeten. En het komt er eigenlijk op uit dat we maximaal 5 tafels van 4 gasten kunnen bedienen. Hier kunnen we natuurlijk een deel van de amuses voorbereiden. En hierachter hebben we gewoon wijnkoelkasten. Dus daar kunnen we eigenlijk alle producten koud leggen die we nodig hebben. Nou, dan hebben we hier de koude keuken gebouwd, zeg maar in de oude setting. En hier staan we normaliter met z'n tweeën. Maar dat kan je nu gewoon makkelijk in je eentje. Kijk, en omdat de bar, daar kan niemand aan zitten, kunnen we het eten gewoon op de bar zetten, waardoor we het ook weer makkelijk kunnen uitserveren. Dus dan hebben we daar één iemand, hier één iemand. En dan in de keuken achter eigenlijk ook maar één iemand. En degene die achter staat, die is ook verantwoordelijk voor het afwassen. Dus het is zo'n kleine ruimte. Weet je, die 1,5 meter haal je nooit. En we hebben boven hebben het appartement overgenomen en daar hebben we een grote voorbereidingskeuken gebouwd. Dus daar kunnen op zich 2 mensen gewoon eigenlijk de hele dag voorbereiding doen. En dan moeten we er wel uitkomen.